het Egon Toekomstjournaal van deze week. Met de wedstrijd van de C2 van Ajax tegen FC Utrecht C2. En een droomstart voor de C2. De ploeg van Brian Tevreden hier, Justin Kluivert en het doelpunt van Che Nunnally. Overgekomen van FC Utrecht afgelopen zomer. Nu dus in de Ajax-opleiding en scoren tegen zijn oude ploeg. Protesten van Gijs van Zetten, de doelman van Utrecht. Maar er was toch echt niks aan de hand. Dan een paar minuten later een corner van Utrecht. En daar Kevin Duin met de gelijkmaker. Een vliegensvlugge start dus in deze wedstrijd. En Brian Tevreden ziet het aan. Hier weer Che Nunnally. Die zeer snel is en behendig. En een goede voorzet in huis heeft. Die komt terecht bij Arquinho Bel. Maar de kleinste man van het veld zo ongeveer kopt hem net naast. FC Utrecht is de koploper in de competitie. Ajax staat op de 8e plek. Gevraagd of dat wat uitmaakt, antwoordde Brian Tevreden. Helemaal niks. Het gaat om de jongens. Hier een kansje voor Justin Kluivert. Het gaat dus om de ontwikkeling van zijn spelers. En hij hamerde vooraf op deze wedstrijd dat ze goed druk moesten zetten. En dat gebeurde ook. Toch ook kansjes voor Utrecht. Zoals hier in de tweede helft. Met Memedore Aminata. Klinkt als een mooie opera, maar het is de spits van FC Utrecht C2. Hemmet, de invaller bij Utrecht, legt hem terug. Daar Rashaan de Wind, een Amsterdammer in Utrechtse dienst. Schiet de bal over, het doel van Bob van Uden. Utrecht had flink wat kansen aan het begin van de tweede helft. Hier een kopbal op de lat, ingekopt door Khalid Kajouli. Daar ontsnapt dus de C2 aan een achterstand. Khalid Kajouli. Utrecht dat met name voorin over veel fysiek beschikte. Maar uiteindelijk blijft het dus bij 1-1 in deze wedstrijd tussen Ajax C2 en Utrecht C2. Ook de B2 speelde thuis afgelopen weekend. Zij speelde tegen ADO Den Haag B2. En de eerste, de beste kans voor ADO Den Haag is meteen een doelpunt. Dennis van der Heijden met de 1-0. Al vroeg in de wedstrijd. Greg Lamy. De zoon van keeperstrainer van het eerste, Carlo Lamy, is gepasseerd. Dan de B2, de ploeg van Frank Perenboom met een doelpunt, maar die wordt afgekeurd. Terecht, mag je wel zeggen. De inzet was van Rosario, de aanvoerder. Rugamana is de spits, sterk. Legt hem af op Teun van Zweden, die trekt voor. Naar de grote kans, maar geen goal. De tweede helft dan. Weer met Dennis van der Heijden die het van grote afstand probeert. Kan er zelf om lachen. Je moet het proberen, zou je zeggen. Dan de B2 met een mooi schot. Een schot van Furkan Kurban. Prachtige naam, mooi schot, maar helaas geen doelpunt. Dan de invaller, Ezra Walian. Walian, een echte goaltjesdief, legt hem terug. Andere invaller, Donny van der Beek. Goed schot. Maar weer over het doel, ditmaal via de handen van Jurriaan Jouvenaar, de doelman van ADO Den Haag. Aan de andere kant dan ADO met de kans voor Loukil en een keurige redding zeg van Lamy. Donny van der Beek dan op Walian. Walian sterk, behendig en doelgericht. Dus hier een andere invaller. Javairo Dilrosen, speler van Ajax C1, doet veel mee bij de B2. Die heeft een mooie solo in petto en die rond keurig af. De verdiende gelijkmaker dus voor de B2 in deze wedstrijd. Dilrosen is de doelpuntenmaker. En hoe? Dan weer ADO. Loukili, daar is hij weer. Maakt hij toch een overtreding, maar mag verder, legt hem terug. De inzet van Segrucini. Maar Lamy heeft een koud kunstje aan deze poging van de middenvelder van ADO Den Haag. Donny van der Beek legt af. Het schot, het laatste schot van de wedstrijd in de handen van Jurriaan Jouvenaar.